Nee, ik heb grote tepels. Ja, ja, nee, prima, duidelijk. Ik geloof je. Ik ga voor de seks goblin met een carnaval. Waarom verbaast me dat totaal niet? Inderdaad. Jongen, jongen, jongen. Ik ga ze voorlezen. Alternative medicine is now embracing the curative powers of date rape. Ja. Arnold Schwarzenegger en penis envy. Nou, Revé. Wat denk jij? Wat is het meest logisch? Het meest logische is of date rape of penis envy. Waarom weet ik niet. Nee, dat zijn dus meer je persoonlijke keuzes, denk ik, hè, waar je graag een medicijn voor zou willen. Ja, daarom weet je. Laten we toch maar gaan voor penis envy. Nee! Nee! Ah, jammer dit. Oh, on the third day of Christmas, my true love gave to me 3 French hens, 2 turtle doves en ja. Ga je gang. Yeah. Dus zeg maar, de derde dag van Kerstmis kreeg je cadeautjes. Je kreeg 3 Franse kippetjes, 2 prachtige duiven en... Wauw! Dit is seks kop. Nou, jij moet kiezen, Gio. Ja, ik zie hem nu al. Racisme. Ja, ik ga weer voor de... Ja, die is ook leuk. Ik heet de kaas, ja. Ik ga voor de seks goblin met een carnaval. Waarom verbaast me dat totaal niet? Inderdaad. Jongen, jongen, jongen. Ja, ik, de votes are in. En de new school high school mascot is... Dus jongens, wat is de mascotte op de middelbare school? Ja, dat is niet zo moeilijk, hè? Kanye West natuurlijk. Ja, dit is logisch. Dit moest ook gewoon. Ja, dit is ook te erg. Alleen het stomme is, mensen zien wat ik als antwoord geef. En jullie kunnen gewoon je mond dicht houden. Oh, dat doe je snel. Ga je niet eens uitleggen waarom? Wat heb je gekozen? Ja, omdat er fart staat en ik vind fart wel. Oh, mee. God, we zitten met zulke mensen in Revé. Oh, God. Nou, zing hem. Je kan het. I got 99 plans, but ain't one. Jew Frost, used panties, dying alone and in pain. Lactage, ik ga voor de used panties. Dank u, ik wist dat ik de punten al had, dankjewel. Dus ik mag nu 2 mensen kiezen, dus dat kunnen ook verschillende zijn. Okay. Nee. Het is echt de combinatie van. Dus je zegt van, when I was tripping on acid, my humps turned into them titties. Of roadhead turned out. Je bent echt een geweldige gozer, weet je dat? Ik wist gewoon dat die van jou was. Je bent echt een geweldige gozer. Puntje, puntje. High five, bro. Oftewel, racism. High five, bro. Ja, deze past wel bij mijn leven. Wat? Dan wil ik ook weten welke van jou was. Ja. Oh, nee, ja, dit... Lifetime of sadness. Ja, het kan er maar 1 zijn, inderdaad, ja. Doe je het ja. Oh, arme Alex. Even een moment stilte voor Alex. Ja, 1 minuut. Oké, in the seventh circle of hell, sinners must endure for all eternity. Puberty. Full frontal nudity? Nee, man, die is nog hartstikke goed. Oh, dankjewel. Hij gaat lekker. Nou, ik heb wel 1 punten. My new favorite porn star is Joey. Er moet Joey Craig staan of zo. Oké, dus ja, Craig. Vomiting mind blow. Wearing an octopus for a hat. Vomiting mid blow. Gadverdamme. Gadverdamme, heb je het een keer meegemaakt dan? Nee, maar... Oh, oké, Gio. Ik ga voor de Robocop. Jee, ik heb een punt! Godverdomme. En dan laat je vomiting met blootje op zitten. Hoe kun je? Ja, wat is zo raar. Kun je? Joey? En toen was het stil. Ik ga maar heel goed aan nadenken. Oh, die laatste. Oh, mijn penis, ja, dat wordt je. Yes. Oh, ja, tuurlijk. Ja. Jij weer. Je moest ook. Nou, kom maar op, jongens. Eens even kijken. Wat heeft ervoor gezorgd dat het orgie tot een plotselinge stop kwam? Die van mij is echt leuk. Hoe hou je een orgie tegen, jongens? Zeg het maar. Ik wil het weten. Dat zijn echt van die alledaagse dingen wat nog eens een keer handig kan zijn. Nickelback. Ja. Peeing a little bit. Nee joh, dat kan alleen maar de moed versterken. Flash flooding. 5000 volt straight to the nipples. Ja, dat zou ook nog wel... Ja, oeh. Dat is wel leuk. Ik wil een groepsfoto, jongens. Nickelback of 5000 volt to the nipples. Nou, bij die nipples moeten we bij Joey doen. Nee, ik kies wel. Ik denk dat als je Nickelback gaat draaien, dat het wel klaar is. Yes! Nou! Ja, sorry. Doe mijn nippels. Sorry, mijn humor is nog enigszins oké. Ik wist dat Alex gewoon voor het woord penis ging kiezen. Dan zal het goed, hè? Dus hoe betaal je als je niet met geld kan betalen? Ja, hoe doe je dat, jongens? Ja, ik moet ik zulke suffe antwoorden.
Betalen met een ongeboren kind, niet verkeerd. Betalen met white privilege. Oh, wie zou dat zijn? Ja, jullie weten dat ik voor de seksdingetjes ga. Ja, love you, boy. Dan kun je toch ook yeast doen? Dat is nog schimmel. Ja. Echt? Ja, voor mij wel. Oké, dames en heren. 2:00 s'nachts en de stad slaapt nooit. De deur gaat open en zij komt naar binnen. Legs up to here. Something in her eyes. Is iets in mijn ogen kan me vertellen dat ze om 2:00 s'nachts zin heeft in. Ja. Ja, dat zou ik ook wel willen om 2:00 s'nachts. Ja. Ik weet niet van wie die is. Van Alex. Alex. Ja, ik ben beat. God damn it. Ik kom weer naar boven. Oké, game geeft mij nieuwe kinderachtige kaarten. Ik heb ze nodig, anders kan ik niet winnen. Ja. Nee, geef Gio geen punten. Nee. Doe het niet. Ja. Het spijpen. Ja! Yeah. Oh nee, die is Doe gewoon doe het wat het eerste in je opkomt. Oké, deze. Yo, je kan het. Dankjewel. Je wist het, hè? Ja, tuurlijk wist ik dat. Als je gewoon het slechtste kiddie nu wordt inzet. Poorly timed holocaust jokes, god damn. Ik ga voor dying. Goeie keuze. Chinese zijn wel. Oké, in de nieuwe Disney Channel original movie, Hannah Montana struggles with for the first time. Ja, sowieso. Een asymmetric boob job. A toxic family environment. Pac-Man uncontrollably gosling cum. Mega Hitler. Wow, deze zijn allemaal leuk. Zo slap. Yes! Ja, die heb je verdiend hoor, Gio, met die kaart. Zo. Ja. Heeft u ook altijd problemen met jizz? Probeer dan een super soaker full of cat pee. What the fuck? Nee, ik ga gewoon voor deze. Ah, ja, het verbaast me helemaal niks. Fucking Alex, fucking Alex. Ja, ook, oh god. Okay, ik ben lekker racistisch. Oké, fuck tiny nipples, man. Jewish fraternities, fuck depression. Ja, ik hoop niet dat deze voor jou is, trouwens, Alex. Want dan heb je nou wat uit te leggen. Ah, ja, oh, dat is Job. Yeah. Okay. Nee, ik heb grote tepels. Ja, prima. Duidelijk. Ik geloof je. Jullie kunnen vast wel raden wat ik aan het begin van de video even laat afspelen nu. Ik ga voor de really fucked up shit. Oh, hi, man. Yeah. Ik kom terug. Kut. Don't let it happen, boys. Ze mag niet winnen. Ze heeft de vorige twee potjes ook al gewonnen, volgens mij. Yep. Maar die is coming to terms with, oftewel die maakt vrede met... Ja, oh. Milt alcoholism. Milt, oh. Ik hou het maar rustig. Ik ga hiervoor. Nee! Je durft gewoon niet, hè? Nee. Ja, oh, ja, tuurlijk, ja, tuurlijk was ik die. Doei. Oh, shit. Nee, en misschien... ik denk... Ja, ik weet het al. Het worden de slangen. Yes! Nou, waarom niet de seks? Nee. Waarom niet de... Omdat ik verwachtte dat die van de fucking Alex was. Nou, doe gewoon die was niet van mij. Nee, dat was voor mij. Goddammit. Waarom niet het crack smoken? Elke Japaner doet dat. Ja. Oh, we moeten nu uitkijken voor What has been making life difficult at the nudist colony? Ja, maar ik ook wel op Oh, die lijken allemaal supergoed, jongen. Seduction, yes. Forbidden Fruit. Surprise sex. Maar hoe moet dat eruit zien, surprise sex? Nou, kijkers, leg dat even uit in de reacties hoe surprise sex eruit ziet. Uh-oh, wie is dat? We komen er nu achter. Ja. Nee! Ja. Hij houdt gewoon zijn mond dicht. Ja, hij houdt gewoon zijn mond dicht, dat is het. Ja. Ik wilde wat zeggen, maar dan had hij gemeen dat ik het doe. Oké, my gym teacher got fired for adding to the obstacle course. Zeus' sex appetites. The chronic. Licking things to claim them as your own. Ja, dat doe ik ook dagelijks. Ja. Daar heb ik echt veel potloden mee geholsteld op school. Ja. Ik film meisjes. Ik vind het lastig. Welke vinden jullie mogen helpen kiezen. Nou, ik zou als ik jou was voor de Chronic gaan, want die is echt heel grappig. Ik zou voor die ervoor gaan, want ja, hey. Ik weet niet, gewoon. Ja, die Sniffing Blue is ook wel leuk trouwens. Ja, die is heel leuk, hè, Gio? Ben ik nou de enige die niet zijn eigen ding? Niemand zegt zijn eigen ding, of wel? Ja, ik zeg mijn eigen ding. Ja. Als je iemand doet, waar kijk voor jou. U maakt het ons alleen maar moeilijker. Oh, en nu kan ik geen punten halen natuurlijk. Oh, wat vervelend. Heel vervelend. Ja. Oh, dat is een liedje, hè? She's up all night for good fun. I'm up all night for good... Oh nee, wie heeft Michael Jackson? Nee, die moet winnen. Oké, maar we hebben ook... I'm up all night for concealing a boner.
being a busy adult with many important things to do. Going around punching people. Die is wel leuk. Ja, dit kan alleen maar Michael Jackson zijn, jongens. Dit is... Boners kunnen altijd zijn. Wat zeg jij nou? Heb je heel veel ervaring mee, of niet? Ja. Oh, god. Kom, Daaf. Nou, dat is het! Iemand moet de winnaar zijn. Ik zou ook, als ik zeg maar de hele avond good fun wil, dan ben ik daar ook de hele avond voor in. Punching people. Gio, gefeliciteerd! Gefeliciteerd, Gio! Wij een beetje vrolijk zijn voor elkaar, jongens. Sukkels.